Gedoe in Brussel dan, want gisteravond ging de film Black in première. Een waargebeurd verhaal over de strijd tussen twee jeugdbendes in Brussel. En dan wordt een meisje van de ene, de Congolese, verliefd op een jongen van de andere bende, de Marokkanen. Even een stukje van de film. Nous, on est les 1080. Et vous, vous êtes quoi? Black Bronx. Tu vois, c'était essayer de revoir ce fils de pute de Marocain. C'est ce que je veux faire. J'aime bien. Je t'enculé, PD, va! Nique la folie! Rien ni personne m'empêchera d'être un con! Je t'aime. Ja, en het gevecht beperkt zich niet alleen tot de film, maar gisteravond werd ook in de bioscoop gevochten. In Kinepolis in Brussel zijn relletjes uitgebroken in de zaal waar Black loopt. Dat is een nieuwe film van Adil El Arbi over jongerenbendes in Brussel. Enkele bioscopen in Brussel hadden eerder van de week al beslist om die film niet te spelen, omdat ze bang waren voor problemen. En die blijken nu ook zijn op dit moment in de Kinepolis in Brussel. De politie probeert de jongeren daar nu te bedaren. Ja, hier aangeschoven Guy de Trooyer, VRT-journalist, uit België dus. Welkom. En aan de telefoon hebben we ook hangen de regisseur van de film, Adil El Arbi. Adil, welkom. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Het is zelfs een Skype-verbinding. Techniek staat voor niets. Hartstikke goed. Hallo. Hallo. Ja, ben jij geschrokken van wat daar gebeurde in die bioscoop, die gevechten die uitbraken? Ja, natuurlijk. Je hoopt wel dat er geen gevechten zullen zijn als je film getoond wordt. Dus het was even schrikken natuurlijk. Het was een beetje een gespannen sfeer, want er was zoveel volk die de film wou gaan zien. En de gevechten hadden niets te maken met de inhoud van de film. Want na amper 5 minuten moesten ze de film stopzetten, omdat er te veel volk in de zaal zat. Maar ja, jij hebt de film, als de film begint, dan krijgen we volgens mij al te zien van berust op waarheid, maar niet alles. Dus jullie zijn al een beetje bezig geweest met van laten we dit maar niet uit de hand lopen. Dus je vermoedde al wel een beetje dat de bendes zoals die er zijn in Brussel hier aanstoot aan namen of hier niet tevreden over waren. Wel, er werd ons gevraagd vanuit de cinema-uitbaters om een klein videootje te doen. En dat hebben we dan ook gedaan, omdat we willen hen uiteraard een plezier doen. En we hebben gewoon uitgelegd dat uiteraard de film is gebaseerd op een zekere realiteit van Brussel. Maar aan de andere kant, het is ook een cinemafilm. Het is ook een fictiefilm. Het is een Romeo en Juliet verhaal die zich afspeelt in de kwartiers van Brussel. En dus dat de mensen uiteindelijk gewoon een cinema-ervaring moeten hebben. Wat trouwens ook het geval is geweest overal in België. We hebben 14.000 kijkers gehad. En dit is een relletje die gebeurd is in één zaal tijdens één vertoning. Ja, we gaan hier aan tafel straks nog uitgebreid spreken over die rellen die zijn uitgebroken en die wellicht nog meer gaan uitbreken. Eerst nog eventjes bij de regisseur blijvend. Ik moet je ook feliciteren, want het gaat naar Amerika, geloof ik, hè, de film. Wel, we hebben vorige week waren we nog in Hollywood, hebben we gesproken met de grote producenten, Universal, Warner Brothers, al die coole logo's voor die Hollywoodfilms die je altijd ziet. En grote producenten als Jerry Bruckheimer, producent van Pirates of the Caribbean, Top Gun, al die America Fuck Yeah movies. En die sturen ons superveel scenario's nu, hè, dus het is een beetje kiezen wat we daar gaan doen. Dus dan krijgen we dat tuig uit België straks ook te zien in Amerika. In Hollywood. Zo gezegd. Hey. Wel, we zullen ons best doen. Anders doen we gewoon van die K3-films. Dat kunnen we ook nog doen. Geniet van je succes, die wel of niet is veroorzaakt. Ook door de relletjes. Wat denk jij, Guy? Is het succes ook een beetje daar te danken aan de relletjes? Het heeft toch een hoop ophef? Laten we eerlijk zijn. De relletjes hebben niks op zich te maken met het thema van de film. Namelijk twee gemeenschappen. Een bende uit Marokkaanse roots en een bende met Zwart-Afrikaanse roots. De relletjes hebben vooral te maken met de film dat is echt wel hot nu. En veel mensen, ook veel jongeren, willen die film zien. Is voor niet toegelaten voor min 16 en daar gaat het vooral over. Dus de zalen waren vol in de Kinepolis, de grootste zaal van Brussel. En jonge gasten willen toch naar die film gaan, dus kopen een ticketje voor een andere film. En hopen dan stiekem in die zaal binnen te komen. Dat doen ze ook en dan stellen ze vast dat er veel te veel volk is en dan loopt het uit de hand. Maar ja, het is niet voor niks, denk ik, dat er zoiets omheen hangt. Ik bedoel, die jongetjes uit de film en wat dus op waarheid is berust, die ook in de wijk in Brussel, Mantogne, Mantogne is het, hè, de wijk in Brussel? Mantogne. Mantogne. Dat zijn ook 15, 16-jarige jongetjes.
Daar speelde deze rellen in de bioscoop ook mee. En er is ook, denk ik, ook niet voor niks een enorme macht aan politie. Maar het is wel zo, ik moet eerlijk zijn, het is wel zo. We zijn gaan filmen in Matonge. En wat bij Adil ook, hè, ze hebben ook gefilmd in Matonge. En dus naast, als je Matonge wil filmen, heb je niet alleen de toestemming van de overheid nodig, van de burgemeester, maar heb je ook toestemming van de straat nodig. Ja, het is een no-go area echt, hè? Nee, dat wil ik niet zeggen. Het is geen no-go area. Je kunt daar als blanke gewoon rustig rondlopen. Je kunt, rustig? Je kunt daar gewoon niet gaan filmen. Ja, je moet wel toestemming hebben, filmen, anders kan filmen is iets anders, hè. Filmen is iets anders dan rondlopen. Ja. Dat is een groot verschil. Als je wilt filmen, want zij hebben, laten we eerlijk zijn, ze hebben... Ten opzichte van media en ten opzichte van de reportage die voorbije jaren gemaakt zijn, hebben ze een enorme argwaan gekregen. Van, als ze een camera zien, dan zeggen ze, daar zijn ze weer. En Dalsim, een van de hoofdpersonages in de mini-documentaire die wij gemaakt hebben, die heeft er zelf een nummer over gemaakt, een clip over gemaakt. Dans mon zoo, in mijn zoo. En ze komen kijken naar Matonge alsof wij één grote zoo zijn. Kom maar kijken, wij zijn de aapjes, wij zijn de nijlpaarden. Kom maar kijken wat voor bewegingen wij maken en zo. En dat gevoel hebben ze een beetje. Dus ja, ze hebben een enorme argwaan om altijd maar op dezelfde manier afgebeeld te worden in de media. Dylan, jij bent... Ik wil die film wel zien dan. Ja, die wil ik ook zeker zien. Die gaan we ook zien. Jij bent raadslid in Amsterdam. Ja. Speelt het hier ook, die bendes? We hebben het wel. Niet in deze mate wat ik denk dat daar ook getoond wordt en waar we het over hebben. Maar we hebben wel te maken met jeugdbendes. We hebben dat ook gehad. We hebben er ook veel op ingezet. Veel beleid en veel aandacht ervoor. Maar ja, dat is wel, vooral bij ons is het heel erg gelinkt aan buurten. En waar is het? Amsterdam-West, denk ik, Slotervaart? Ja, we hebben dat gehad. In Zuidoost hebben we dat gehad. En dat probeer je dan op te breken door allerlei verschillende interventies. Maar ja, dat heb je wel in buurten waar jongeren elkaar opzoeken vanuit een bepaalde frustratie of whatever. Heb jij het gevoel dat, als je deze beelden ziet, heb je het gevoel dat het in Amsterdam ook wel eens die kant op zou kunnen gaan, zoals hier? Nee, dat denk ik niet. Wij hebben het dan in de hand? We hebben het aardig in de hand. Het is natuurlijk een kleinere schaal en we zitten er bovenop. En de politie kent ook heel veel en de jeugdhulpverlening en dergelijke. Heel veel van deze jongeren ook. Dus ik denk niet dat je Amsterdamse parallellen moet gaan trekken met bijvoorbeeld Brussel of New York of noem maar op. Maar het is wel echt al jaren een aandachtspunt en dat zal natuurlijk ook wel blijven. Guy, de strijd die gaande is tussen die bendes, gaat het nou ordinair om geld, drugs en geld? Of is het een soort trots? Ja, het is een mengeling van verschillende dingen. Nee, want als die groep ontstaat, het is niet zoals een Italiaanse maffia. Er is geen Godfather of zo. Het is veel, ja, die verbanden zijn veel losser met elkaar. En dus zoals Mohamed ook in onze mini-documentaire vertelt, van, ja, hoe ontstaat die groep? Hè? Ze gaan samen basketten. Ze hebben vaak dezelfde moeders die elkaar kennen, die naar de kerk gaan. Ze gaan naar dezelfde school, groeien op in dezelfde wijk, hangen samen rond. Er is een band en dan zijn er een paar die de eerste voorzichtige stappen in de criminaliteit zetten. Okay. En de anderen gaan mee. En dat is ook wel stoer. En als je bepaalde dingen doet, kun je zeggen, ik durf dat. Okay, en de anderen gaan mee. En zo krijg je eigenlijk een steeds grotere band in die criminaliteit. Ja, we moeten eruit, Guy. Dank je wel voor je uitleg. Oh, okay. We hebben veel geleerd. Hartstikke leuk. Dank je wel. En goede reis naar België terug. Hè? Naar het onveilige België.